graag een klas willen heffen met jullie. Met dank, hele grote dank namens Rode JC. En laten we hopen op dat dit ook weer het begin is van een nieuw succesvol tijdperk binnen de historie van Rode JC. Hartstikke dank allemaal. Zante! Nou, op de Zuidtribune en ook op de West- en Oosttribune hebben we een flinke upgrading gedaan van de catering. Het werd de kwaliteit. Wetende dat je nog steeds op de centjes moet letten, ja, probeer je toch een beroep te doen op de sponsoren en de ondernemers die Rode JC al jarenlang een warm hart toedragen. En ook nu weer was de bereidheid om dat samen met O7, want die hebben natuurlijk ook wel een steentje bijgedragen, een stevig steentje, ja, om dit mogelijk te maken. En ik denk dat we er enorm goed in geslaagd zijn om, ja, een stukje nostalgie ook weer terug te laten komen. Het heeft in ieder geval Rode JC, de club Rode JC, relatief weinig gekost. En het is jammer natuurlijk dat we afhankelijk zijn voor dit soort projecten van ondernemers. Maar het is van de andere kant heel goed om ze te hebben. En ja, top. En ik hoop dat met name ook de beleving en het commentaar van onze supporters, en dat zij tevreden zijn met het eindresultaat. Als eerste loopje.